Tern. Goed geschoten. Weer buiten bereik van Vermeer. En nu zit hij er wel in. En Heerenveen komt 3 minuten voor rust op 1-1. Van Beek geeft hem behoorlijk wat ruimte. El Amadi komt te laat. En Tern vindt nu wel het gaatje. Tern. Alles voor Tern. Goed gecombineerd en prachtig uitgehaald. Het is een mooie aanval van Heerenveen. Afgerond door Simon Tern. En hoe? Dat is een tweede voor Heerenveen. En hij ontstaat na een mooie snelle 1-2 combinatie met Pelle van Amersfoort. En dat gat wordt ingevuld door doorgelopen Simon Tern. Vrije trappen van de Berg, daar is de kans en daar is zelfs het doelpunt. Vlag blijft omlaag en dan scoort Heerenveen. Veerman kopt en Simon Tern. De vrije trap is goed, dan is daar Veerman net in het veld. Het is, nou, net aan buitenspel, net aan geen buitenspel. Hij telt in ieder geval. Veerman met een belangrijke assist en een cruciaal laatste zetje. En nu er wordt daar geprofiteerd en is het 1-0. Tern opent de score voor Heerenveen. Prijzen de ploeg van Vreeman. Maar het gaat niet altijd even goed. Een geweldige fout. Oh, wordt die bal verlengd en dan is daar de derde treffer. Tern die de bal verlengt en dat doet hij heel fraai over Jurjes heen. Die is kansloos, doet net een pas naar voren. Tern, dat is een lekker uithalen en dat is de 2-1. Zo doet Heerenveen. Opeens weer mee, als Hoessen net naschieten. Hierop heeft Pat geen antwoord. Dan is daar een feestje.